Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 27 maart. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Ik zit nu nog even op de bank. Ik ga zo meteen eventjes lekker aan de schoonmaak. Wel weer eventjes lekker alles goed doen. Dan hoop ik dat ik ook een beetje opwarm, want het blijft toch nog best wel fris. Maar dat komt ook omdat het steeds een beetje regent. Eens eventjes kijken hoor. Het is 10 graden. Dus dat is inderdaad ook wel koud, maar het blijft de komende dagen ook echt wel regenachtig. Zeker tot maandag. En ze hadden gezegd dat het met Pasen echt prachtig weer zou worden. Nou, als ik dit zo bekijk, is dat niet echt aan de orde, maar we gaan het wel zien. Ik heb gisteravond weer naar Goede Tijden gekeken en daarna naar Meditate First Sight. Ene laatste aflevering, vanavond de allerlaatste aflevering. En we bleven eigenlijk een beetje met een cliff zitten. Want eigenlijk waar ik zelf gewoon heel erg nieuwsgierig naar ben, is wat de twee mannen gaan doen. Of die getrouwd wilden blijven of toch wilden gaan scheiden. Ik denk dat van de ene kant toch het een scheiding wordt. Dat die ene jongen toch niet meer verder wil. Omdat hij heeft zoveel onduidelijkheid. En ik heb heel erg het idee dat die ander best wel een toneelstukje opvoert. Het begon andere deelnemers ook op te vallen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat verder afloopt. Ik heb nog even een spel gedaan. Toen ben ik de vlog gaan afmaken, dat is allemaal gelukt. En heb ik mijn foto's bewerkt, dus dat was ook allemaal top. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken en daarna Hete Daad. Het was het vervolg van maandag, dus dat was ook wel heel spannend. Toch elke keer is het weer, ondanks dat het een hele oude serie is, heb ik elke keer toch zoiets van, goh, heeft deze persoon het dan toch gedaan? Verwacht ik heel vaak niet. Dus dat is wel, toch wel ergens interessant. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik mijn boek uitgelezen. Ik ben ook al met een nieuwe gestart. Ik vond het heel erg jammer dat ik het ene boek uit had. Die had voor mij nog wel wat langer mogen duren. Zo'n goed boek. Maar ja, goed. Op een gegeven moment is het verhaal ook een keer verteld. Toen ben ik wel lekker gaan slapen. Het fijne was, ik werd nu niet wakker met een zere keel of met zere oren. De oorpijn is aan deze kant nu weg. Ik klop het even af. Ik weet niet of het helpt, maar ik... wil het eigenlijk nu niet, als ik het zeg, het weer aanwakkeren. Dus vandaar maar even afkloppen. Dus ik hoop dat het nu zo blijft. Maar ja, omdat het natuurlijk wel koud weer is, is de kans wel aanwezig dat het weer terugkomt. Ik ga zo meteen schoonmaken. En dan ga ik daarna ook de paasketting of de paasslinger afmaken. Daar wil ik jullie dan even in meenemen. Want die moet nu echt eventjes af en in elkaar zetten. Maar ik heb ook nog een pakket binnengekregen. En die wil ik eventjes met jullie nog uitpakken. Het is wederom weer make-up. Dus als je dat niet interessant vindt, mag je dat natuurlijk ook gerust doorspoelen. Maar ik ga eventjes een nieuwe collectie laten zien. Pakketje van Boozy Shop. Catrice had een nieuwe collectie, namelijk de collectie Seeking Flowers. Er zat ook nog een lippenmasker in deze collectie. Klinkt lekker Nederlands dit. Een lippenmasker zat in deze collectie dus. Die was helaas al uitverkocht. Ik heb me wel weer ingeschreven dat ik een seintje krijg, mocht die alsnog weer binnenkomen. Maar ik ga morgen sowieso eventjes kijken ook in de winkel of die daar ligt. En hopelijk dat ik hem daar dan nog even aan kan schaffen. Maar het is een hele leuke lentecollectie, moet ik zeggen. Hij zit weer goed verpakt, dus ik zal hem eventjes uitpakken. We hebben allereerst drie hydraterende lipstains. Als jij even voor het beeld weg wilt, dankjewel. Ik heb hier de Fusia Fling. Dat is deze. Het zijn dus weer van die lipproduct lipstains. Dus ik denk niet dat ze heel erg intens gekleurd zijn. Maar dat gaan we zien. Dan hebben we de C03 Lumtastic. Een heel leuk roze kleurtje. En de C01 So Apricot. Dat is een oranje kleurtje. Dus wel inderdaad heel lenteachtig. Dan hebben we twee highlighters en de doosjes zien er hetzelfde uit. Ik ga de kleuren even een plaatje in beeld van neerzetten, want ze zijn nu nog gesield. Dan hebben we deze. Dit is een cream to powder highlighter. Dus dat is deze. En ik zal even de naam opnoemen, zodat jullie het plaatje in beeld kunnen zien. Dit is de C01 Watch My Bloom. En de tweede, er is dus ook een tweede van, die heeft hetzelfde doosje. Het is er ook heel mooi opgemaakt. Die heeft de naam C02 April Glow. En dan was dit de C01 natuurlijk. Ja, April Glow geloof ik, als ik het goed kan zien. Maar ik kan het heel slecht lezen.
Apricot heet die dus. Maar goed, dat zijn de die. Dan hebben we twee blushes. Maar ja, dit zijn de blush sticks. Maar er zit ook een kwast aan de bovenkant. En dan heb ik hier de kleur C02 Speechless. Dat is een, ja, een beetje een, wat is het voor kleur? Oranjeachtig met wit. En de 01 Berrylicious. En die is roze. Heel leuk. En dan hebben we ook een prachtig oogschaduwpaletten. Waar ik ook even een plaatje van die beeld zal neerzetten van de binnenkant. Die ziet er zo uit. Deze heeft de naam By Myself Flowers. Ik denk meteen aan het liedje van Miley Cyrus, Flowers. Ik heb gelijk zin in dit nummer. I can buy myself flowers. Ja, omdat ik dit hoor. Ja, hele leuke collectie. Jammer dus van de het lippenmasker, maar ik hoop dus dat ik die nog vind. Maar van deze collectie komt uiteraard ook nog weer gewoon een losse video online. Maar ik wilde hem in ieder geval even delen dat die dus online al te koop is. Misschien, volgens mij ligt hij in sommige winkels ook al... ja, dus ik hoop dus dat ik die nog eventjes kan vinden. Dat was dat. Ik ga nu eventjes wat doen en dan laat ik jullie even zien hoe ik de slinger ga afmaken van Paas. Slingertje hand, alleen die dingen die draaien een beetje zoals deze, die draait. Dus waardoor hij niet helemaal goed hangt, maar nou, hij is in ieder geval af. Ik vind hem wel heel leuk. Ik had hem misschien een ander plekje willen geven, maar ik wist wel even niks anders. Maar ik denk dat ik die haasjes en zo nog even moet veranderen met er doorheen doen. Dus dat is klaar. En ik heb hier ook de paaskoekjes in de pot gedaan. Maar ik vind het een beetje karig. Ik denk dat ik nog even een pakje bij hou. Ik vind dit wel heel zielig zo staan. Maar het staat wel weer gezellig. Zo, ik ben blij met weer een lekker fris huis. Alles is weer lekker gedaan. De was die is nog aan het draaien, dus ik ga ervan uit dat die straks ook nog een keer klaar is. Die lipstick is wel echt goed, want ik heb er ook mee gedronken en hij blijft goed zitten. Het is gewoon zo'n lipstick pen, zeg maar.
Zo'n potlood, zo'n mat potlood. En die blijft wel echt goed zitten. En hij voelt ook niet droog aan. Dus hij bracht ook heel fijn aan. Dat is echt wel top. Ik wilde eigenlijk ook de grote kransen in die grote pot doen. Maar ik weet dus net niet of ze er doorheen kunnen. Maar dan moet ik nog even kijken. Maar daar moet ik nog even mee verder. Want toen op een gegeven moment toen was het alweer tijd dat de katten moesten eten. Dus ik dacht, nou, laat ik dat nu maar eventjes gaan doen. Dus die hebben het lekker op. Dan hoop ik dat die was straks klaar. Dus ik moet die ook nog eventjes zover weer verwerken. Vanavond ga ik in ieder geval gewoon lekker goede tijden kijken in de laatste aflevering van Meredith First Sight. Ik ben erg benieuwd. Ik ga daarna nog even een spelletje doen en dan ga ik mijn blogpost schrijven. Ik wil nog even verder met wat muziek, want ik had wel wat nieuwe muziek die ik op mijn iPod wilde hebben. Maar dat komt bij mij altijd heel precies, want ik zet ook de songtekst en alles erin en het plaatje. Dat vind ik altijd mooi. Mijn iPod speelt dat dan af, zeg maar. Die laat een plaatje zien. Ik kan het trouwens wel even laten zien. Misschien kennen mensen dit al. Even kijken. Hij is bijna leeg. Kijk, ik was nu dit nummer luisteren, maar dan staat er dus een plaatje bij, zeg maar. Omdat ik dat zelf heb ingeplakt. En ik heb dan dus ook, normaal gesproken, de songtekst. Dus, kan ik dat zien? Even kijken. Ja, ik weet niet precies hoe dat werkt met de songtekst. Maar in ieder geval, dan kan je dus ook de songtekst zien. Nou, ik weet het even niet. Maar goed, dat zet er dus altijd in. Dan ga ik verder bij Netflix serie kijken. Ik heb nog niks gehoord van mijn coach. Ik weet nog niet hoe laat zij komt. Dus dat is nog even afwachten. Dan ga ik nog even Hete Daad kijken. En dan ga ik naar bed om een boek te lezen. En dan ook maar weer slapen. Ik ga nu in ieder geval ook nog even lekker relaxen. Want vind ik altijd gewoon wel lekker. Eventjes lekker. Even niks. Ondanks het schoonmaken eigenlijk wel ging. Was het gepriegel nog even een beetje met die slingen. Maar op zich, het is wel leuk geworden. Maar ik had het ook wel leuk gevonden voor mijn raam. Want nu is het een beetje druk waar die nu hangt. Ik ben er niet helemaal tevreden over. Maar goed, ik kan dan ook volgend jaar nog wel weer bij gezondheid en welzijn. Maar goed, ik ga nu lekker relaxen. Dus ik zou bij deze dan in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag, het is 28 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik moet alleen nog even wat op de lippen, maar ik moet nog even mijn tanden poetsen. Mijn coachie komt straks. Ze appte wel dat ze niet fit was. Dat had ze vorige week al een beetje. Dat ze eigenlijk al een beetje zat van, niet helemaal lekker. Maar ze zegt, ik kom wel gewoon voor de boodschap. Dus dat is wel fijn, want anders had ik het zaterdag moeten doen. Maar ja, dan had ik voor morgen al geen eten in huis gehad. Dus wel fijn dat ze evengoed wel gewoon nu komt. En bij haar heeft het wel doorgezet en bij mij eigenlijk niet. Want ja, ik voelde me natuurlijk van de week ook niet helemaal lekker. Maar het is nog steeds niet helemaal top, maar het zet ook niet door. Dus niet dat ik me ziek voel om echt niks te gaan doen. Dus nou, dat is op zich wel fijn. Gisteravond heb ik de laatste aflevering van Meredith First Sight gekeken. En ik moet zeggen, behoorlijke wending heeft het nog gekregen. Op het einde gingen ze toch nog in gesprek en dat de experts het heel vervelend vinden dat de kandidaten die meedoen kritiek over zich heen krijgen van de mensen op social media. Maar ja, dat is soms ook na het gedrag van iemand. Ik bedoel, ik merk ook dat mensen, sommigen gewoon niet zo leuk zijn. Ja, mensen hebben gewoon een mening. Ja, als je daar niet tegen kan, is het misschien beter om daar niet aan mee te doen. Ja, oké, het is misschien ook niet fair dat mensen kritiek over zich heen krijgen. Maar ja, sommige mensen die gedragen zich zo raar. Ja, dan is het gewoon logisch dat mensen daar wat van vinden. Ja, en als dat niet gewaardeerd wordt. Kijk, ze kunnen dat nu zeggen, maar dat zal toch niet veranderen. Want dat is nu deze tijd, denk ik maar. Maar goed, ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn blogpost geschreven en de vlog ingepland. Dat ging eigenlijk allemaal wel prima. Toen heb ik mijn Netflix-serie gekeken, ook wel weer een spannende wending. Dus ik ben wel heel erg benieuwd weer naar vanavond. Ik heb nog twee afleveringen. En daarna Hete Daad. Toen ben ik lekker naar bed gegaan om mijn boek te lezen. En dat was verder ook allemaal wel weer prima. Dus ik verder niet heel veel op aan te merken. Ik ga nu zo even stofzuigen en de boodschappentassen pakken en even mijn tanden poetsen. En dan ga ik straks de deur uit. Dus ik neem jullie nog even mee naar de supermarkt. Nu eventjes niet zo heel veel te vertellen ook verder. Weer een beetje gek geslapen en zo, maar dat hou ik wel. Ja, mijn wasmachine heeft water gelekt, wat ik niet begrijp. Ik moet eigenlijk wel eventjes een kleed wassen. Maar dat doe ik wel even dan als ik terug ben. Dan zet ik hem dan wel even aan, want dan ben ik... Ik zeg normaal ook altijd, ik wil niet wassen als ik weg ben. Maar dit zou een klein wasje zijn die zo klaar zou zijn. Maar dat ga ik nu dus niet doen, omdat die wasmachine lekt. Ik weet niet waar het vandaan komt. Kan ik altijd nog eventjes ook aan mijn vader vragen zaterdag. Maar ja, dat is het voor nu eventjes. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dan zie ik jullie sowieso weer als ik terug ben van het boodschappen doen.
Zo, ik ben terug van de boodschap. Ik zit een beetje in de zon, maar ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Ik was even bij de Trekpleister. Daar heb ik dat lippenmasker gekocht van de Seek & Flowers collectie die ik nog graag wilde. Die dus online al uitverkocht was, maar hier hadden ze gelukkig nog een paar potjes. Was ook niet veel meer, maar ze hadden er nog. Ik heb een cadeaukaart gekocht van de IKEA. Ik heb zaterdag verjaardag van de vriendin van mijn vader. En toen dacht ik, nou, het is misschien wel een tijdje leuk om een cadeaukaart te geven. Ze had het over bepaalde borden die ze wel wilde. Dus ik dacht, nou, doe ik een cadeaukaart van de IKEA. En ik heb dit hele leuke spijkerjasje gekocht. Die vond ik wel heel erg leuk. Ik vind dat altijd wel leuk staan. En ik had er wel eentje, maar die zit echt veel te groot. Die pas ik gewoon niet meer. En ik vond deze wel leuk. En dan kan je dat ook leuk over een jurkje doen. Ik heb de donkere variant, dat ook wel lichte. Maar ik heb de donkere gekocht. Dat was dat. Dan heb ik nog een paar van die feestelijke kuikentjes gekocht. Die had ik natuurlijk in de pot gedaan. Maar dat vond ik een beetje zielig staan. Twee keer een Vianetta ijsje. Een kaartje gekocht dat ik, ja, om erbij te geven. Slagroom. Dan heb ik toetjes nog gekocht. Boontjes. Chocomel. Beschuit. Ik ga fonduen. En ik heb daarvoor speklapjes gekocht. En kipfiletjes. Croquetjes. Ik heb nu een keer gewone. Hamburgers. Dan heb ik hier ook de aardappelschijfjes. Twee keer een almondtoetje. Die waren nu in de aanbieding. En die puur met chocolade. Of pure chocolade met slagroom vind ik heel lekker. Die andere die staat nog hier. Dan heb ik mini slavinkjes. Ook voor bij de fondue. Dan heb ik een rollade voor maandag. Lekker. Kan het wel lekker met Pasen ook. Dan heb ik nog kattenvoer gekocht, de Sensations. En dan zal ik even naar de volgende tas gaan. Hier zit in 3 keer frikandellen, want ik eet ook altijd frikandellen bij de fondue. En deze waren nog steeds €1. Gewone slavinken weer. Dan heb ik deze gekocht, die waren in de aanbieding. De ruiter, de pure chocolade, hagelslag, die vind ik het lekkerst op mijn beschuit. 2 voor 4, die heb ik gekocht. Champignons, wat zijn die kringen duur geworden zeg. Zo. Dan heb ik hier spekjes. Dan heb ik een colaatje. Suiker. Mijn suiker die was bijna op. Ik wil even suiker hebben. Je had nog korting op paasfiguurtjes. Ik heb nog een leuk konijntje meegenomen. En ik heb er nog een. Die komen we zo tegen. Eventjes ibuprofen. Nog een paasfiguurtje. Ik zal ze nog even laten zien als ze staan. En 2 keer een fles olie. En dat was het. Dus dit ga ik nu eerst even opruimen. Zo, dan ben ik daar weer klaar mee. Hier staan de haasjes. Ik heb hier dat bruine konijntje neergezet. En hier de witte. Ik dacht dat die zilver was, maar hij is wit. Dus dat is ook wel heel leuk. Dus die heb ik er nog even leuk bij gezet. Zo, ik ga nu even de boodschappen opruimen. Ik ga eerst mijn schoenen uittrekken, want ik zit met schoenen op de bank. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik film even met mijn telefoon, mijn camera is nu echt leeg. Dan ga ik nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. En dan vanavond goede tijden kijken. En dan hebben we de Passion en daar heb ik wel zin in. Ik ben heel erg benieuwd, dus dat is wel heel erg leuk. Ik denk daarna nog even special doen. Ik ga ook even de nagellak eraf halen, die is heel lelijk geworden. Dan ga ik mijn foto's bewerken. Misschien nog even op de computer doen. Even kijken. En dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En hete data. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. En nou, dat wordt dan ook wel de avond. Niet heel bijzonder. Maar ik ben wel weer blij. De boodschap is weer binnen. Dus dat is allemaal wel lekker. Het was wel echt super druk. Je merkte echt wel dat veel mensen boodschappen aan het doen waren. En dan ook wel mensen die dan eigenlijk ergens bij moeten. Maar dan niet even vragen. Joh, mag ik erbij? Weet je? Nee, gewoon aan de kant. Dat vind ik altijd wel een beetje lastig. Maar goed. Ik vind het wel lekker dat ik alles weer binnen heb en dat alles verder is gelukt. Dus dat is wel heel fijn. Ik ga zo als ik opgeruimd heb ook even wat drinken. Want ik heb een beetje een droge keel. En dan ga ik nog even lekker relaxen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen.
Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 29 maart. Ik ben klaargemaakt en ik heb lekker die fluffy trui aan van Kruidvat. Hij zit echt heerlijk. Ik had het toch wel weer een beetje fris, dus ik dacht, doe gewoon weer lekker een trui aan. Gisteravond, ik heb allereerst die paasburgers gegeten. Die waren echt super lekker. Ik kan even een plaatje ervan laten zien, want ik had een foto gemaakt van hoe ze eruit zagen als ze gebakken waren. Even opzoeken. Je vond ik het ook wel spannend van hoe zouden ze smaken. Want het was toch iets nieuws. En eigenlijk toen ik ze in de pannen toen ging eraan ruiken, dacht ik, hey, ze ruiken naar cotoletto. Dat is echt super lekker. Nou, ik heb natuurlijk naar de Passion gekeken gisteravond. Wel weer een hele mooie editie. Ik moet wel zeggen, het heeft me niet zo geraakt. Ik heb wel eens jaren gehad, dan kon het me echt raken. Dat ik ook echt wat tranen kreeg, dat had ik niet. Het verhaal blijft natuurlijk gewoon altijd hetzelfde. Maar omdat er elk jaar wel weer wat anders is wat er gebeurt. Is het ook wel weer, worden er ook wel dingen van nu bijgehaald. Dus nu bijvoorbeeld de verteller, die vertelde wat dingen over de politiek en dat soort dingen. Ik moet wel zeggen, wat mij heel erg opviel. Ik had bij de verteller zoiets, die ging in het begin best wel snel. En toen had ik zoiets van, doe maar even rustig aan. Want ik merkte dat hij een beetje over zijn woorden struikelde. Hier en daar zaten er ook wel wat fouten in. Het was niet de beste verteller ooit. Het was Kluun. En ook niet iedereen kan dat natuurlijk. Hè? Het is natuurlijk toch een soort presenteren. Maar dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Heel veel mensen hadden ook wel wat kritieken over Angela Schijf, over haar zangkunsten. Nou ja, ik ben zelf wel groot fan van haar. Ik wist ook niet of zij kon zingen. Ik dacht wel dat zij musicals had gedaan wel eens. Dus ik dacht, nou ja, je zal ergens best wel kunnen zingen. Maar ik heb het nooit gehoord. Voor heel veel mensen waren degenen die eruit sprongen Keizer en Matteo van der Grijn. Ja, het was wel gewoon weer heel mooi opgezet. Dus ik vond het op zich wel weer een hele mooie editie. Het is nu wel zo, je krijgt dan met Hemelvaart krijg je eigenlijk het vervolg. Alleen dit wordt nu op vrijdag uitgezonden. En normaal is dat op donderdag, echt op Hemelvaartsdag zelf. Maar op dat moment is het Songfestival bezig. Dan moet Nederland ook voor het Songfestival, dus dan hebben ze dat maar een dagje verplaatst. Maar het was verder wel gewoon weer mooi. En Godverdarrie, ik ben zo verkouden geworden, jongens. Maar het is niet heftig genoeg. Ik proef nog wel gewoon dingen en zo. Dat is wel fijn. Ik heb nog heel even daarna ook een spelletje gedaan. En toen ben ik eigenlijk ook vrij snel mijn foto's gaan bewerken. Nog even wat nieuwe boeken meegepakt. En toen ben ik mijn serie gaan kijken op Netflix. Vanavond de laatste aflevering. Ik ben wel benieuwd hoe het uiteindelijk eindigt. Want ik vind het wel een goede serie. Toen ben ik nog even Heterdaad gaan kijken. Daar ben ik ook bijna doorheen al. Dat schiet al wel op. En daarna ben ik lekker naar bed gegaan en heb mijn boek gelezen. Toen ben ik ook wel gaan slapen. Maar ik merk dan, ik was aan het dromen. En in mijn droom was ik al heel moe. Dus ik werd weer heel moe wakker. Dus ik dacht eigenlijk de laatste dagen dat het beter ging. Omdat ik meer water aan het drinken was. Ik dacht, misschien dat dat wel goed helpt. Maar ik merkte nu toch dat het toch wel weer heel erg moe was. Dat ik weer minder fit was. Maar ja, goed. Het zal er een beetje bij horen. Wie weet dat het straks weer beter gaat. Ik weet het niet. We kijken het wel aan. Ik ga zo meteen eventjes lekker de slaapkamer doen. Even lekker alles weer schoonmaken en mijn bed lekker verschonen. Daar heb ik wel zin in. Ik hoef geen was te draaien. Ik denk dat ik even wat dingen nog in de droger doe die hier hangen. Want ik wil natuurlijk voor zondag sowieso de was weg hebben. En dan is die was gewoon ook einde van de middag weer droog. En ik heb nu niet zo heel veel was liggen. Maar ik wil nu ook niks draaien omdat ik zondag ga volduren. Dus dan wil ik niet dat er was hangt, want dat gaat toch weer ruiken. Goed, dat was eigenlijk eventjes alles wat ik voor nu te vertellen had. Ik ga nu eventjes even stofzuigen en dan ga ik jullie meenemen bij het schoonmaken van de slaapkamer. Even muziekje aan en lekker aan de gang.
Een beetje warm gekregen met mijn trui aan, dus ik heb even mijn shirtje verwisseld. Dus ik had op een gegeven moment toch wel zoiets van, oh, ik vind het nou wel heel erg warm, maar dat komt gewoon omdat je bezig bent. Maar alles is wel weer lekker schoon. Vind ik altijd wel lekker, want dan zie je op een gegeven moment gewoon de stof en zo, en dan vind ik het gewoon lekker om alles weer te doen. Dus daar ben ik wel weer blij om, gewoon weer lekker gevoel dat alles heerlijk schoon is. Katten hebben ook net lekker eten gehad. Nou, mijn bed is weer lekker verschoond, maar daar had ik dus ruzie mee. Want ik had weer ruzie met mijn dekbed overtrekken. Dat heb ik nog wel eens. Af en toe dan wil het niet. En dan heb ik, zit ik mijn touwtje zit weer klem tussen mijn statiefje. Dan wil het dus gewoon niet. Dan krijg ik het gewoon niet voor mekaar. En dan ben ik aan het prutsen. En uiteindelijk lukt het me dan wel. En op een gegeven moment... Dan Ik ben wel heel benieuwd hoeveel afleveringen er waren dit seizoen, want dat weet ik eigenlijk niet. Ik vrees dat we er alweer bijna doorheen zijn, maar misschien is het bedrog en hebben we het nog even. Het zou wel leuk zijn. Ik ga nog heel even een spelletje doen, dan ga ik de video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Laatste aflevering kijken van de serie op Netflix. Ik ben wel benieuwd hoe het eindigt uiteindelijk. En ik denk dat ik met Sphinx ga beginnen. Dat is nieuw op Videoland. Daar zag ik al wat dingen bij voorbij komen. En ik dacht, nou, misschien vind ik dat wel leuk. Dus ik denk dat ik daar eventjes naar wil gaan kijken. En dan ga ik nog even mijn boek lezen in bed. En dan ga ik slapen. Want morgen gaat ook al een uur vrij vroeg de wekker. Dus dat is voor nu de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder gewoon eventjes lekker relaxen. Want daar ben ik nu alweer eventjes aan toe. Beetje moe en gewoon eventjes uitrusten. Want mijn ledematen doen zeer, mijn benen doen zeer, mijn armen heb ik kramp in. Dus. Maar het komt allemaal wel weer goed uiteindelijk. Maar ja, soms heb je dat gewoon even. Goed, dus dat is het. Dus bij deze zeg ik nogmaals tot morgen. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Het is 30 maart. Ik ga mezelf even klaarmaken. Maar ik kijk nu een beetje vanaf een rare positie. Want ik heb geen plankje meer. Dus ik moet nu vanaf de andere kant filmen. Ik filmde altijd van de rechterkant. En nu moet ik vanaf links filmen. Omdat ik dus nu geen plankje meer heb aan de rechterkant. Dat is even wennen. Mijn camera was leeg. Ik had hem wel opgeladen. Maar op de een of andere manier blijkt me niet goed genoeg. Dus die is hartstikke leeg. Dus daarom film ik nu maar even aan mijn telefoon. Nou, ik ga me dus even klaarmaken, want ik word straks opgehaald. Vandaag is de verjaardag van een vriendin van mijn vader, maar ze halen me al op tijd op, want dat was makkelijker. Want ze moest ook nog dingen doen vanmiddag en zo, dus vandaar. Gisteravond heb ik gezellig naar Flikken was slecht gekeken. Dat was weer een mooie uitzending. Ergens ook wel bijzonder, want er kwam iemand terug die had er al eerder in gezeten dit seizoen. En dat had, die had nu eventjes een terugkerende rol. En ja, het was wel bijzonder, maar ook wel een bijzondere uitzending. Maar ook wel heel spannend. En dan zit je er zo lekker in. Dan is het in één keer afgelopen. Dat is altijd wel jammer. Maar ja, goed. Zo hou je dat een beetje. Verder heb ik nog even een spelletje gedaan. En toen ben ik... mijn video in elkaar gezet, is dat ingepland.
En ik heb een blogpost geschreven. Toen ben ik de laatste aflevering van de Netflix-serie gaan kijken. Ook wel een bijzondere aflevering. Dus ik ben benieuwd of er nog een vervolgseizoen van zou kunnen komen. Het zou op zich kunnen. Maar even afwachten. Daarna ben ik begonnen met Sphinx op Videoland. Ja, ik weet niet. Een beetje. Het is ook een serie voor 16+. En op zich wel een prima serie, maar ik had wel eens iets van. Het is allemaal een beetje vaag. Maar nou ja, ik ga op zich wel doorkijken. En als het echt niks is, kan ik altijd nog afhaken. Maar meestal kijk ik het wel uit. Het gaat over een meisje die wordt ontvoerd en die wordt na 3 maanden ineens weer teruggevonden. Dan is in haar gezinssituatie ook het een en ander veranderd. Maar ja, dat willen ze dan niet voor haar nog zeggen. Want het moet allemaal zo normaal mogelijk blijven. Nou ja, dat soort dingen. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik nog even mijn boek gelezen. Toen ben ik gaan slapen, maar ik heb heel onrustig geslapen. Want ik werd dan een keer om 7 uur wakker. Nou, even naar de wc geweest. Eigenlijk wel weer even geslapen. Toen was ik uiteindelijk voor de wekker wakker. Dat vind ik op zich wel lekker, want dan word je niet zo abrupt van die wekker wakker. Dus... Maar goed, ik ga me nu eens even klaarmaken. Ik ga even kijken of ik jullie vandaag nog een beetje mee kan nemen. Dus dat moet ik even zien. Maar nu eerst maar even zorgen dat alles klaar is. Want misschien zijn ze ook nog wel eerder. Dan moet ik wel klaar zijn. Dus ja, ik probeer jullie mee te nemen vandaag. Dus dat is voor nu de planning. Hallo. Hey. Hé, hey, niet aan mijn jas! Hé, hey, niet happen! Deze hand! Ik heb een hapgeit! Deze hand hoor! Je mag niet happen! Ja, vind ik leuk! Kom maar! Wel, ik zal eens even kijken. Ja, met heel mooi inpakpapier. Welke wil je dat ik eerst ga doen? Kies maar, maakt niet uit. Ja, heel leuk inpakpapier. Zit wel een idee achter dit cadeau. Ja, qua papier bedoel je? Nee, dat niet. Ik had gewoon papier gepakt. Ik dacht, ik knip gewoon wat af en toen kwam dit eruit. Ik had 3 schuin zo staan en 3 schuin zo. Dat vond ik mooi. Ik ben benieuwd. Ja. Ja, als ik daar zit, dan zit ik tegen 3 zijkanten. Hey. Ja. Ik dacht misschien voor je borden. Hé, hey, dat is een goed idee. Dank je wel. Helemaal leuk. Kaba. Nee, heel leuk. Dank je wel. Ja, ik dacht van had je het over die... Ik wist niet of je ze al had gekocht. Ik dacht, nee, ik doe wel gewoon zo'n bon. Ja, heel leuk. Anders kan je er wel weer iets anders leuks voor doen. Zo is dat. Absoluut. Dank je wel. Leuk. Tony is zometeen helemaal blij, man. Leuk kaartje ook. Is heel leuk. Ja. Dat is de eerste super lief. Dankjewel. Inmiddels lekker thuis. Ik ben gedoucht. Het was een leuke maar lange dag. We zijn even bij de geitjes geweest. Het was heel gezellig.
Ik ben even gezellig een poosje bij mijn moeder geweest. Was ook wel echt heel erg leuk. Was ik ook al een tijdje niet meer geweest. Dus was wel eventjes heel erg leuk. Ik heb daar niet gevlogd, want ik had ook mijn camera niet mee, omdat die leeg was. Nog even het centrum in geweest. Nou, verder gewoon gezellig verjaardag gehad. Dat was allemaal prima. Ik heb nog even een paar dingetjes. Die laat ik morgen allemaal eventjes zien. Want ik ga nu nog eventjes een afleveringetje van Vallen kijken. Ik kan namelijk nooit gelijk naar bed toe als ik thuis ben. Tergetjes er ook. Ik heb het altijd even nodig om eventjes bij te komen. Dan eventjes nog nu eventjes een serietje te kijken. En dan ga ik lekker naar bed. Want die klok die gaat natuurlijk vooruit. Dus je hebt een uur minder. Dus dat ga ik eventjes doen. En nog even een stukje van mijn boek lezen. En dan ga ik lekker slapen. Ik ben op zich ook wel moe. Maar het is nog niet, normaal is het nog wel eens erg geweest. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dan zie ik jullie gewoon over een paar uurtjes weer. Want het is eigenlijk al morgen. Maar dat ga ik dan eventjes lekker doen. Dus was even kort bijgepraat. Morgen bespreek ik misschien nog wel even wat langer. Maar ik moet ook even mijn camera straks opladen. Dus dan kan die er gewoon op als ik slaap. Dus nou goed, dat ga ik nu dus eventjes doen. Dus bij deze zeg ik dan ja, tot morgen eigenlijk. Omdat jullie dit ja, de volgende dag zien. Maar eigenlijk is het tot straks. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 31 maart. Ik zit even lekker op de bank. Zoals jullie hebben kunnen zien heb ik lekker chocomel met een pikhaantje op. Pikhaantjes, dat kennen ze hier eigenlijk niet. Dat kennen ze eigenlijk alleen waar ik vandaan kwam. En het kwam nu eigenlijk mooi uit dat ik daar gisteren was en dus toch pikhaantjes had. Omdat dus de verjaardag was. Ik heb eventjes het tweede deel van Ajax gekeken. We hadden natuurlijk ook die klok. En toen belde ik er heel erg van dat ze al heel vroeg moesten. Dus ik had zoiets van, nou, ik kijk gewoon wanneer ik wakker word. En dan zie ik wel wat ik er nog van kan zien. Maar ik kon toch nog een heel groot deel van de tweede helft zien. Ze hebben gewonnen met 1-3. Dus dat was lekker. Beck heeft nog wel twee keer gescoord. Maar die doelpunten die waren buitenspel. Dus die golden niet. Maar ik kijk vanavond met sport nog wel even het eerste gedeelte terug. Nou ja, toen ik natuurlijk thuis was, ik had eventjes lekker gedoucht en ik heb nog even Vallen gekeken en toen ben ik eigenlijk ook wel naar bed toe gegaan. Een deeltje van mijn boek gelezen, maar ik merkte toch wel dat ik heel moe was, dus ik heb niet heel lang gelezen. Toen ben ik eigenlijk gewoon lekker gaan slapen, ik had ook zoiets, het is prima. Dat was eigenlijk allemaal wel lekker en nou ja, goed, vandaag heb ik verder ook een rustig dagje. Ik ga straks gewoon even de spulletjes voor de fondue naar beneden halen. Het is nu wel wat zonnig, maar er is ook regen voorspeld vandaag. En dat vind ik op zich wel een gezellig idee. Want ja, het is wel 15 graden, maar er staat echt nog wel dat het ook nog gaat regenen vandaag. Maar het was gisteravond op een gegeven moment wel koud. Alleen op zo'n verjaardag heb je het dan best wel warm, omdat je met een best wel grote groep bent. Dus ik had het best wel op een gegeven moment best wel warm. Dus nou, het is eigenlijk allemaal wel gewoon prima. Het was gezellig en zo. Maar ik zou nog even laten zien een paar dingetjes. Dat ga ik eventjes doen. En dan ga ik eventjes lekker stofzuigen. Want dat heb ik gisteren niet gedaan. En dan ga ik gewoon nog een beetje rommelen. En dan ook een beetje op tijd de fondue spulletjes klaarmaken. Dus ik neem jullie vandaag wel een beetje mee. Maar ik zal eerst even laten zien wat ik nog had gehaald. Nou, ik was dus even bij mijn moeder geweest. En daar kreeg ik een superleuk cadeautje van. Namelijk dit konijntje met een bloemetje. Super leuk. Het was heel grappig. Ik had ze inderdaad in de folder zien staan bij de Lidl. En ik vond ze wel heel erg leuk. Maar ik had er eigenlijk nooit meer aan gedacht om ernaar te kijken. Dus mijn moeder die had hem gekocht. Echt super schattig. Ik ga hem eventjes weer wegzetten. Want de katten vinden dit veel te interessant. En ik wil natuurlijk niet op deze ook weer doodgaan. Ik zal hem straks nog een beetje water geven. Maar die wilde ik in ieder geval eerst even laten zien. Want die vind ik echt super, super leuk. Verder had mijn moeder deze superleuke paaslampjes voor mij gehaald. Ook andersom. Deze hadden ze bij de Lidl en die vond ik echt superleuk, want het zijn ook eitjes. En ik dacht, nou die vind ik wel echt superleuk. Ik ga ze nu niet meer gebruiken, omdat Pasen natuurlijk alleen nog vandaag en morgen is. Maar ik dacht, dan heb ik ze voor volgend jaar. En ik vond het gewoon echt super leuk. Ik weet niet of ik ze dan eventueel misschien ook in mijn paastakken kan doen. Of dat ik ze dan gewoon gezellig hier ergens gewoon neerzet. Maar deze. En deze komen bij de Lidl vandaan. Maar, oh, wat even hoor. Ik wist,
ik was bang dat als ik zou gaan, ze niet meer zouden zijn. Uiteindelijk zag ik ze hier ook nog liggen, maar dat geeft niet. En het was Internationale Vrouwendag natuurlijk. En toen mochten we wat uitkiezen en toen zagen we deze mokken. En toen kreeg ik deze hele leuke kattenmok. Superleuk. Ik heb een witte, je had hem ook in het zwart, maar die was er niet meer bij mijn moeder. Er was echt letterlijk nog één zwarte, dus ik heb een hele leuke witte. Echt super schattig. Van mijn vader heb ik deze paashamster gehad. Chocoladehamster, die ga ik heel even in de koelkast zetten, omdat die anders smelt. Het is gewoon zo'n chocoladehamster, maar die ga ik gelijk ook even wegzetten, want die vindt tijgertje me iets te interessant. Dus dat is deze. Dan heb ik nieuwe hamsters, want er waren weer nieuwe hamsters. Het tijgertje zit er weer voor met een snuffertje. We hadden nieuwe lentehamsters, die ga ik ook neerzetten. Dat is deze met de tulp. Echt super leuk. Ik vind dat leuk om dan in huis neer te zetten. En deze is ook nieuw voor de lente. Echt super leuk. Dit is een Hollands meisje. Echt heel gezellig, dus die zet ik dan leuk in huis neer. Ik ga ook binnenkort mijn rek helemaal inrichten met de hamsters. Ik spaar die hamsters. Ik vind die gewoon heel erg leuk. Maar er waren ook nieuwe paashamsters. En dat is een kuikentje. Kijk, dat was een heel gedoe om die nog te pakken te krijgen. Ja, eerst moet het kaartje eraf, maar dan kan die zeg maar deze zo op. En is het een kuikentje. Ik kan hem nu nog wel een dagje neerzetten, maar dan heb ik hem voor volgend jaar. Maar we hadden ook nog een konijntje. Kijk, een konijntje. Die heeft ook een rugzakje op zijn rug. En zo ziet hij eruit. En dan kan die heel leuk deze zo op. Dan heb je een konijntje. Dus die was ook voor de Pasen, maar ik vind het wel schattig dat hij een rugzakje draagt. Echt heel leuk. Nou, wat had ik zelf dan nog? Oh ja, ik had van mijn moeder ook nog een shampoo gekregen. Die had zij in een pluspakket en ik gebruik André Lon. Toen zei ze, nou dan mag jij die wel hebben. Hier zit Sakura en Camellia olie in. Dus dat is altijd wel fijn. Ja, ik had wel geprobeerd zo'n pakket bij elkaar te sparen, maar het is me niet gelukt. En mijn moeder had zegels opgestuurd, maar die zegels die zijn nooit aangekomen. Bij Albert Heijn had ik eventjes stikjes gehaald voor de katten. Moet ik even heel zachtjes mee doen, als ze dit horen. Mickey is morgen jarig en ik dacht, ja, dan mogen ze ook een stikje. En ik had kuppensoep ingeslagen. Het was 1 plus 1 gratis, dus ik heb 4 pakjes kip. Want ik dacht, dat vind ik wel een goede deal. Dat waren van die hamse weken. En bij mij gaat dat er altijd super hard doorheen. Dus dat zijn die. Ik was heel even bij de Vibra geweest. En dan kwam ik van die tuba uitknijpers tegen. Toen dacht ik, nou die ga ik wel eventjes weer meenemen. Want ik heb er eentje. Maar ik merk wel vaker dat ik ze nodig heb. En dan heb ik er letterlijk eentje. En nu hadden ze er gewoon 2. Wat kostte ze eigenlijk? Ik heb de bon hier. Eventjes kijken hoe wat die tuba uitknijpers hebben gekost. 79 cent. Maar, en ik had nog een heel leuk t-shirtje gezien. Toen dacht ik, ga ik even kijken. Kijk, en dat is een Art Meets Fashion. En die vond ik echt super leuk. Ik kon ze eerst niet vinden. Ik was aan het zoeken en aan het zoeken. En toen had ik het gevraagd. En ik zag ze wel bij die plus size hangen. Toen zei ik van, ja, jullie hadden van die leuke shirts. Ik zie ze wel die. Oh ja, ze zei, nou, ze ging even meekijken. Oh, ze zegt, maar die hangen buiten. Maar ze zegt, eigenlijk is het meestal op. Dus toen liep ze mee. Ze zegt, ja, ik heb nog wel een S'je. Ik zeg, ja, maar die heb ik ook wel nodig. Dus dat was prima. Deze. Maar toen zag zij dus, waarschijnlijk had iemand hem gepast, dat er een heel klein foundation vlekje in zat. Ze zegt, iemand heeft hem gepast met waarschijnlijk wat foundation op. Dus ze zegt, als je het daarbij het wassen niet uitkrijgt, heeft ze op de boel gezet, dan heb ik nog garantie. Er staat dus echt letterlijk bij, het shirt was trouwens 5,99, maar er staat dus echt letterlijk op, wasgarantie. Dus als het er niet uitgaat, dan krijg je je geld terug, zeg maar. Dat had ik eigenlijk nog nooit meegemaakt, vind ik wel heel netjes. En ik was even bij Zeeman. En daar heb ik nog deze trui gekocht. Ik had hem natuurlijk al in het bruin. Maar toen zag ik dat ze hem ook in het oranje hadden. En die vond ik echt ook wel heel erg leuk. Ik vond die bruine zo lekker zitten. Toen dacht ik, nou, dan wil ik eigenlijk ook nog wel een oranje. Bij mij hadden ze hem niet. Bij de Zeeman. Maar hier hing nog letterlijk 1 esje. Dus, nou, die nog. Dat was het. Dus, ik ga eventjes opruimen. Dan ga ik even de boontjes afhalen. De klokken moeten eigenlijk nog vooruit. En dan ga ik gewoon even nog wat dingetjes doen. Maar ook eventjes wat van de spullen alvast klaarzetten. Ik maak straks wel foto's. Die laat ik je nog eventjes zien. Maar verder wordt het een beetje lekker rustig aan. Dus dat is ook wel lekker.
Dit zijn trouwens mijn zakjes. Dit is mijn zakje met pikhaantjes. Het ziet er dus zo uit. Die liggen kreeftjes in de koelkast hier. Want anders dan... Ja, ik denk toch dat dat beter is. Dus die zijn lekker dan nog voor morgen. Dus dat is wel lekker. Ik heb even wat fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst de Vitamine C Fresh Glow Primer van Catrice te proberen. Ik heb hier de Switzal Body Mist. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Die ga ik lekker proberen. En dan heb ik hier de Soul Mesmerizing Line van Essence. En hier ga ik een losse video van opnemen. Ik heb hier de Liquid Lip Balm. Hier die prachtige highlighter. Eye and Face Highlighter is dit. Dan heb ik hier... Even goed lezen, want het staat er niet zo heel makkelijk op. Het is allemaal paars. Nou ja, ook zo'n product voor de lippen. Het lezen is een beetje moeilijk hoor. Het is een Shimmer Lip Oddy. Dan hebben we hier de Color Changing Lipstick. Dit is dan de Blush Stick. En de twee nagellakjes. De gewone nagellak en ook... de glitter topcoat. Dus hier ga ik eventjes foto's van maken. Dan is dat ook klaar. Zo, voor nu ben ik even klaar met wat dingetjes die ik heb gedaan. Ik ben ook eigenlijk niet meer naar boven gegaan. Ik heb ook wat buikpijn. En ik dacht, nou, het was al wat later. Dus ik dacht, het is prima. Ik ga lekker mijn fotospulletjes bij elkaar zoeken. Ik had even de bonen afgehaald. En ik vond het goed. Dus ik heb alvast even wat gesneden. En er hoeft eigenlijk heel weinig gesneden te worden. Omdat ik het eigenlijk allemaal kanten klaar heb. Ik dacht, dan kan ik nu gewoon nog even lekker relaxen. Dan kan ik straks lekker rustig tafel dekken. En alles klaarmaken voor het eten. Dus ja, ik vind het dan wel prima. Dus ik ga nu even lekker relaxen en dan zie ik jullie straks weer eventjes, omdat ik dan jullie nog even meeneem, ook met het eten en zo. Dus dat vind ik wel een keertje leuk. Dan met Pasen toch iets specialer. Dus ja, dat ga ik eventjes doen. Maar eerst maar eventjes lekker wat drinken en heel even relaxen in de hoop dat de buikpijn wat zakt. Zo, het paasdiner is ready, alles staat klaar, dus nou, ik kan zo meteen lekker gaan eten, dus daar ga ik zo even lekker van genieten. Ik ga even lekker de televisie aandoen, vind ik gewoon wel fijn, altijd even wat geluid om me heen. En dan ga ik zo meteen lekker eten, dus ja, ik ben blij dat alles weer staat, dus zo meteen lekker eten. Zo, inmiddels even lekker koffie gedronken. Was wel, wel lekker met een koekje erbij. Nu zit ik ook wel echt goed vol. Lekker ijsje toe gehad. Is allemaal prima. Ik moet nog een beetje de keuken een beetje opruimen. Dus daar ga ik zo nog even mee verder. Ik had alles gewoon in een sopje gezet. Zodat het gewoon kon weken. Dan kan ik het soms in makkelijk afwassen en allemaal terug in de kast. Dus dat is wel lekker. Even miljoenenjacht zitten kijken. Ik had het even opgenomen. Dan kon ik de reclame doorspoelen. Dat vind ik dan zelf wat lekkerder. Want anders duurt het heel erg lang. Maar ja, ik vond het wel een grappige man. Hij was heel makkelijk. Ja, die koffer. Maar hij nam ook genoegen met het bedrag wat erin zat. Dus ja, ik vond het wel grappig. 99.000 euro. Hartstikke mooi bedrag natuurlijk. Dus, nou ja, dat. Ik heb net eventjes Animal Crossing zitten spelen. Ik kan het even laten zien. Er zit zo'n, want hij staat nog aan. Er zit zo'n paashaasje, komt er dan.
zal er eventjes heen wandelen hoor. Ik heb de tv aan, zo ik zal hem even iets achter doen. Kijk, dat haasje is aan het huppelen. Het is dan voor paashaasdag en dan moet je dat haasje eieren brengen. En dan, nou, dan komt hij, ja, krijg je een mandje met eieren, wel leuk. Nou, ik ga zo meteen eventjes dat abbasje afmaken. Dan ga ik de vlog eens eventjes in elkaar zetten voor het grootste gedeelte. Want dat doe ik normaal natuurlijk op zaterdag, maar dat heb ik gisteren natuurlijk niet meer gedaan omdat ik zo laat thuis was. Dus dat ga ik zo meteen doen. Denk ik dat ik morgen even mijn nagels ga doen. Normaal doe ik dat op zondag, maar ik denk dat ik het morgen ga doen. Want dan kan ik straks nog even wat foto's bewerken. Ik moet ook een nieuwe Netflix serie uitzoeken, want dat heb ik uiteraard gisteren ook niet meer gedaan. Dus dat ga ik wel even doen. En ik zit ook aan mijn spaarrood, want ik heb wel een beetje dorst van het eten. Maar nou, spaarrood werkt prima. Dus nou dat, en dan ga ik even eten, daad kijken en dan ga ik lekker in bed mijn boek lezen. Dus nou ja, dat wordt nog even de planning voor zometeen. Ik heb jullie vandaag dus iets langer meegenomen. Maar een hele geslaagde eerste paasdag zo. Dus nou, ik ga gewoon eventjes wat dingetjes doen en dan ga ik jullie gewoon morgen zien. Want dan hebben we nog een paasdag al. Is dat gewoon een beetje, ga ik ook wel een beetje gewoon schoonmaken en zo. Maar goed, ik ga jullie dus morgen zien. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag maandag. Het is 1 april. Nieuwe maand is aangebroken. En het is tweede paasdag. Ik ben klaargemaakt. Maar ik vier ook vandaag de verjaardag van Mickey. Mickey, kom eens. Kom eens aan hoor. Klein opdondertje. Kom maar Mickey. Kom eens. Hier is ze dan, de jarige Jet. 10 jaar, zou je echt niet zeggen als je naar haar kijkt. Ze is nog zo klein en ik vind het gewoon bijna raar om te geloven dat ze gewoon al 10 is. Maar ja, het is toch echt zo. Je bent jarig, hè? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maar ja, het is gewoon, net wat ik zeg, een beetje, ja, als je dan naar de kijk nog zo klein en gewoon, ja, gewoon het idee dat ik haar alweer 10 jaar heb, dat is, ja, heel bijzonder, maar het voelt nog veel korter of zo. Ja, ik bedoel, je wordt zelf ouder, dus je dieren worden ook ouder, dus dat is logisch. Dus ze krijgen straks even wat lekkers, want dat heb ik nog speciaal gekocht, want dat was ik vergeten, hè. Maar nu hebben we het wel. Nou, gisteravond, heb ik gewoon eventjes miljoenenjacht afgekeken. En maar dat had ik volgens mij al verteld. Ik heb in ieder geval daarna de vlog voor het grootste gedeelte eigenlijk in elkaar gezet. Ben ik best wel lang mee bezig geweest. Waardoor ik niet aan de foto's ben toegekomen. Dus die moet ik dan vanavond nog even bewerken. Maar dat komt dan wel goed en dan kan ik mijn blogpost schrijven. We hebben wel met een nieuwe serie begonnen op Netflix. En die heet Hit and Run. Ik zag deze staan, het zijn niet heel veel afleveringen, maar had wel een vrij hoge matchscore. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon eens kijken. En ik vond op zich wel gelijk, de eerste aflevering was wel heel spannend. Ja, het gaat over een man en die verliest dan zijn vrouw. Maar dan komt hij daarna eigenlijk in een web van allerlei ja, geheimen terecht. Waarvan hij zelf ook niet wist dat die bestonden. Het speelt zich af in New York en Tel Aviv. Dus ja, ik vond de eerste aflevering wel spectaculair. Dus ik ben wel benieuwd naar de tweede. En daarna heb ik Hete Daad gekeken. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Ik heb nog wel even mijn boek gelezen. Maar ik merkte toch wel dat ik nog wel een beetje moe was. Maar goed, dat hoort er altijd gewoon een beetje bij. Zometeen ga ik gewoon wel eventjes lekker gewoon mijn standaard dingetjes doen. Want de bakken moeten verschoond en alles. En nou vind ik ook wel weer lekker. En de douche. En dan denk ik ook dat de grootste fonduelucht weg is. Ik ruik het nu nog wel als ik de kamer binnenloop. Maar goed, dat hoort erbij. En weet je, over een paar dagen is het helemaal weg. En ik heb er wel heel erg van genoten. Dus dat is ook helemaal prima. Dus dat ga ik zo even doen. Ik heb lekker mijn pikhaantjes weer op. Dus dat was ook wel echt super lekker. Zo jammer dat ze dat maar 1 keer per jaar hebben. Want die dingen zijn zo verrekte lekker. Maar ja, misschien aan de andere kant ook wel beter. Want het is natuurlijk wel suiker. En ja, van suiker dat zet natuurlijk ook wel weer aan. Nou, ik ga jullie gewoon vandaag weer eventjes meenemen in de dingetjes die ik ga doen. Dus ik ga nu gewoon eventjes aan de gang. En dan ja, neem ik jullie gewoon mee. Voor lekkers. Omdat we een jarige Jet hebben. Jij mag eerst op je verjaardag. Jij een stukje? Kom even hier zitten, muisje. Dan kunnen ze jou ook zien.
Ik leg hem voor jou wel hier zo. Kijk. Je zit nou precies met je staart in beeld. Dat is niet echt gezellig. Jou zien we niet, muis. Wacht, ik ga hem even zo zetten. Dan zien we ze allemaal, hè? Rustig. Jij krijgt jullie nog eentje. Dat laatste hoor, want het is met graanrecept. Nou, best gezond denk ik deze. Die hebben we nog nooit gehad, hè, van Albert Heijn. Ik leg het voor jou wel neer, want jij eet niet graag uit. Nou. Ja, wil. Nee. Zo. Nou is het op. Op je verjaardag, meisje. De rollade is lekker aan het aanbraden, dus dat is wel heel erg lekker. Dus hij staat nu wat zachter en dan ja, kan die mooi sudderen. Zo, ik heb de vlog iets langer doorgetrokken, want ik had eigenlijk vanmiddag kwam ik in de gang en toen was ik daar aan het schoonmaken. Toen zag ik, oh, de spiegel die hangt toch niet aan de tweede spijk, of de tweede schroef kon die op een of andere manier wilde die er niet aan. Toen kwam ik erachter dat die toch niet helemaal goed hing. Toen had ik eerst zoiets, ja, zal ik dat gaan doen? Nou ja, toch maar eventjes gedaan. Heb ik toch even een nieuw gaatje geboord om een nieuwe, om hem goed te maken. Dat nu hangt hij wel gewoon aan de tweede schroef, dus dan hangt hij toch wat veiliger. Want ik dacht, ja, als hij naar beneden komt zeilen, dan, als de katten eronder zitten, heb ik ook problemen. En ik vond het zelf ook wel zonde als hij dan helemaal kapot zou zijn. Dat had ik eventjes gedaan en daarna even gewoon de douche schoongemaakt en de kattenbakken en zo. Maar zodoende had ik eigenlijk niet zo heel veel gevlogd. Dus ik dacht, nou dan maak ik gewoon vanavond nog met eten wat sfeerbeelden en dat soort dingen. Dus dat heb ik gedaan. Ik ga nu straks lekker goede tijden kijken en je hebt gewoon Chateau Meiland Vips. Vind ik wel leuk. Ik ga nog even een spelletje doen en sowieso vanavond mijn nagels lekker lakken. Ik moet nog even twee nieuwe foto's maken. Die vond ik niet zo mooi. Toch niet helemaal duidelijk. Het is dan lastig soms een product als die zwart is en ze hebben een beetje roze-gouden letters. Dan, en de flits erop is dat niet zo heel handig. Dus dat ga ik nog eventjes doen. Maar dat kan nog, want het is nog niet donker. En dan ga ik even die blogpost schrijven. En dan ga ik verder met mijn Netflix-serie. En daarna weer Hete Daad. En dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. Want dan zal ik het ook wel weer behoorlijk zat zijn. Dus einde van de middag was ik het al behoorlijk zat. Maar ik dacht, dan doe ik het gewoon eventjes zo. Dus nou ja, goed. In ieder geval is nu alles wel weer zoals ik het wil hebben. Ook alweer gewoon een prima tweede paasdag. Zo, de katten hebben lekker wat lekkers gehad natuurlijk vanmiddag voor Mickey's verjaardag. En helemaal goed. Ik ga jullie dan in ieder geval ook gewoon morgen zien. Want nu ga ik gewoon lekker mijn eigen dingetjes doen. En ik heb een beetje los van mijn buik en zo. Dus ook niet zo heel veel meer. Dus bij deze zeg ik dus tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 2 april. Ik ben klaargemaakt, maar ik heb het wel een beetje koud. Het is 12 graden buiten, maar het is best wel bewolkt en zo. Dus dat merk je ook wel. Ik heb gisteren goede tijden gekeken. En
de meilandjes, maar ik vond het zo schreeuwerig, zo druk. Nee, vond ik niet zo heel prettig. Het is normaal natuurlijk al best wel druk, maar ook deze, ja, die Pauline van de Gooise Meisjes zat erbij en ik ken haar verder ook niet. En ik vond haar zo druk en ja, vond ik gewoon iets minder. Dat werd ik niet heel blij van. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn deze kleur, maar je ziet het niet heel goed. Het is dus dat lakje van de Zo Mesmerizing lijn. Dus deze. Maar ja, het heeft wel een heel leuk effect. Alleen is het op de camera niet zo makkelijk vast te stellen. En daar overheen heb ik dan ook de topcoat aangebracht. Maar je ziet hier dus niet meer zo goed die glittertjes. Maar het is wel leuk. Ze ruiken wel heel lekker naar vanille nu. Nou, daarna heb ik mijn Netflix-serie gekeken toen ik mijn blogpost had geschreven en mijn foto's had bewerkt. En toen ben ik hete daad gaan kijken. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Ik heb nu ook echt weer heel erg hoofdpijn, dus ik ga zomaar weer een aspirine nemen. Maar die heb ik voor het slapen gaan ook al genomen. Het gaat niet, even niet zo heel erg lekker, merk ik. Dus ik hoop wel dat het weer een beetje bijtrekt, want het is niet heel fijn. Nou ja, goed. Ja, dat is het verder ook niet heel veel bijzonders. Ik ga zometeen even stofzuigen en een video opnemen. Dan ga ik daarna nog even diamond painten. En dan vind ik het ook wel weer mooi geweest. Dus dat is eigenlijk voor nu een beetje de planning. Ja, verder niet veel te vertellen, omdat ik gisteren al wat langer had doorgevlogd. Dus dat ga ik nu gewoon eventjes doen. Dus ja, ik neem jullie gewoon weer even mee. Zo, het opnemen van de video ging eigenlijk wel vrij vlot, dus dat is allemaal gelukt. Nou, nog even lekker aan de diamond painting gezeten, maar het poesje is wel de moeilijkste van de Vibra. Dat heb ik wel gezien, maar dat komt uiteindelijk ook wel goed. Niet heel lang aangezeten, gewoon wel even lekker wat gedaan, maar ik heb nog steeds hoofdpijn, dus ik ga zo eerst een aspirine erin doen. En even lekker op de bank, want ik ben er wel klaar mee. De katten hebben net lekker hun eten op en ik ben zelf ook een beetje op. Ik hoop wel echt dat het weer een beetje wat beter mag gaan, want het duurt wel erg lang. Maar ja, ik bekijk het gewoon een beetje per dag hoe het gaat. Ik ga dus zometeen lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik heb het ook echt onwijs koud. Vanavond kijk ik gewoon goede tijden en ik denk dat ik daarna even iets ga terugkijken. Want je hebt verder niet echt iets op tv wat mij interesseert. Dus misschien even het roer om, hoe is het nu met? Want dat ging verder met een dame die ik toen ook heb gezien. Ik ben wel benieuwd hoe dat nu verder gaat. Dan ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog afmaken, mijn foto's bewerken.
En dan ga ik mijn Netflix-serie kijken. En nog even hete daad. En dan ga ik lekker naar bed een stukje van mijn boek lezen. En dan ga ik slapen. Dus dat is eigenlijk de planning voor vanavond. Ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Volgens mij is die weer vrij lang geworden. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze vlog te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Daaronder staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!